Nou, ik ben Astrid Verbies en ik woon hier in Weert. Ja, en ik woon hier heel erg naar mijn zin. Nou, ik heb best wel veel hobby's. Ik hou heel erg van creatief bezig zijn. Ja, de ene periode is meer schilderen, de andere keer wel meer naaldfilter. Daar ben ik ook helemaal gek op geweest. Verder hou ik heel erg van piano spelen. Ik heb vanaf mijn 8e tot mijn 18e op pianoles gezeten. Ja, en verder hou ik heel erg van wandelen en fietsen. Lekker de natuur in de rust opzoeken. Ik heb sinds mijn kindertijd altijd wel wat problemen gehad, altijd wat gevoelig geweest. En, nou ja, na verloop van tijd ontwikkel je angsten. Nou, op mijn 17e, 18e was het echt helemaal mis. Heb ik ook opnames gehad en zo. En uiteindelijk ben ik hier in Nijmegen terechtgekomen. Ga je eigenlijk verder met je herstel. En in 2012 kwam ik bij XNO terecht. Dat is de organisatie waar ik nu ook werk. Dat heeft eigenlijk ook me heel erg in mijn kracht gezet eigenlijk. Ja, het heeft me heel erg gemotiveerd om door te zetten, om wat verder behandelingen aan te gaan. En ja, dat heeft uiteindelijk gezorgd dat ik ook echt door ben gegroeid en nog de opleiding SPA ben gaan doen. En dus uiteindelijk ook zelfs terechtgekomen als medewerker bij XNO. Nou, ik leerde in 2010 eigenlijk een echtpaar kennen en die werden echt wel vrienden voor mij. En die hebben heel veel voor me betekend sinds die tijd. Ze liet me sowieso heel erg vaak weten van dat ik er mag zijn en dat ik het waard ben en dat ik geen zeur ben. En ik mocht ook wel eens bij hun logeren als ik wat mindere periode had. En ja, dat heeft uiteindelijk ook heel veel voor mij betekend. Nou, ik heb eigenlijk sinds mijn 17e echt professionele hulp gehad, opnames, therapieën, van alles en nog wat. En dat heeft echt wel geholpen in zekere zin. Maar uiteindelijk hebben de mensen om mij heen, dus bijvoorbeeld dat echtpaar, dat heeft ook heel veel betekend voor mij dat ik het niet alleen hoefde te doen. Dat zou ik eigenlijk ook wel mee willen geven van goh, als je iemand kent in je omgeving, van oh, die heeft het toch een beetje moeilijk. Geef dan ook mee van je bent geen zeur, zoek hulp en ik ben er voor je. Zeg maar.